Welkom bij deze weekvlog voor degenen die we nog niet kennen. Ik ben Celeste, een mastergeneeskundestudent aan de KU Leuven. En ja, het leek mij leuk om deze week weer voor jullie te filmen. Ik heb het lekker druk, maar ik heb ook leuke dingetjes gepland. Het is nu de tweede week van het semester. En het is nu maandagochtend. Wij hebben dit semester 3 groepswerken dat wij moeten maken. En 1 groepswerk gaat bij mij over transplantatiechirurgie. En wij gaan binnen een half uurtje samenkomen met die prof in het ziekenhuis om ons groepswerk te bespreken en ook te zien wat het dan juist is. Want ik weet eigenlijk totaal nog niet wat we daarvoor moeten doen. Dus ik ga nu gewoon een beetje mijn mails bekijken, wat dingetjes regelen. En dan ga ik vertrekken naar het ziekenhuis voor dat groepswerk. En ondertussen ben ik mijn Actimel aan het drinken, want zoals jullie weten ben ik een kanjer in ontbijten. Het lijkt precies ook al de hele tijd geleden dat ik nog eens een studentenleven video heb gemaakt. Vorig semester had ik het mega druk, maar dit semester wordt nog drukker. Dus ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk video's voor jullie te maken. Maar we zullen zien hoe dat gaat. Want vorige week was ik dus ook een vlog begonnen voor de eerste week van het semester. En wij hadden woensdagavond een openingssymposium met Chimes, met Artsen zonder Grenzen. En net voor dat openingssymposium was er dus een foutje gebeurd met de camera's, waardoor dat al mijn beeldmateriaal verwijderd is geweest. Dus ja, die video, dat gaat niet meer komen. Dus het leek mij leuk om dan deze week voor jullie te filmen. En deze week heb ik ook nog wat andere leuke dingen gepland. Dus het is misschien beter zo deze week. Is misschien leuker voor jullie om te volgen. Dus ja... Ik ben ook mijn boeken gaan halen vorige week, die heb ik allemaal. Maar die zal ik wel een andere dag aan jullie tonen, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat onze boeken eruit zien. De outfit van vandaag. Ik ben nu aan het wandelen naar de bus om naar dat groepswerk te gaan in het ziekenhuis. En ik heb vandaag ook heel de dag les op de campus. Ik ga 's middags daar ook eten. En dan zit ik daar tot 4:30. Dus ik ga zien wat dat ik kan filmen voor jullie op de campus. Zodat jullie ook een beetje kunnen zien hoe het er daar aan toe gaat. En ja, voor de rest, vorige week is mijn fiets gestolen. Na 5 jaar in Leuven is het zover. Mijn fiets is gone. En die stond gewoon bij mij op kot. Dus echt mega sad. Maar ik ga nog zien. We hebben thuis nog een reservefiets. Dus misschien pak ik die volgende week mee naar Leuven. Ik ben terug op mijn kot en heb dus niet gefilmd op de campus, maar vanmorgen ben ik dus samengekomen met die mensen van het groepswerk. En ons groepswerk gaat dus gaan over levertransplantaties. Daarna ben ik iets gaan eten in de Alma, gewoon het studentenrestaurant bij ons op de campus. Samen met een paar meisjes dat ik heb leren kennen voor dat groepswerk. Dus dat waren keitoffe meisjes, dus ben daarmee gaan eten. Daarna had ik een les kindergeneeskunde en dan had ik nog een laatste klinische les over neonatologie, dus pasgeboren baby'tjes. En dat was allemaal interessant, maar het duurde precies wel super lang. Ik ben echt wel moe. Het was echt wel een lange dag. Het is nu denk ik 5 uur of zo. Ja, ik ga nu gewoon mijn kots nog wat in orde brengen. Misschien doe ik een mini dutje, want vanavond ga ik dus bij iemand eten en daar gezellig koken. Ik ben klaar voor mijn kookavondje, dus ik ga direct vertrekken. En dan zie ik jullie morgen vroeg weer. Ik ga niet meer filmen, maar morgen vroeg heb ik weer heel de voormiddag les. Die ga ik waarschijnlijk live op mijn kot zien. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb net heel de voormiddag les gehad en nu ga ik lunchen met een vriendin. Dus we gaan gewoon naar een soepjesrestaurant-achtig lunchplekje. En daarna heb ik ook dat groepswerk van gisteren. Dat is met een groep met 5 andere meisjes. En we gaan straks samenkomen bij een van die meisjes thuis om te starten aan ons groepswerk. Dus gewoon gezellig met een theetje, koffietje erbij ons groepswerk bespreken. En dan vanavond ga ik nog zien wat ik ga doen. Ik ga misschien fitnessen. Maar ik heb ook nog plannen in de avond, dus ik ga zien of dat nog allemaal lukt. Maar ik ga nu vertrekken naar mijn lunch, zodat ik zeker niet te laat kom. Ik ben net terug op mijn kot van de lunch en het was super gezellig. Dat meisje is ook super tof. En nu ga ik doorgaan naar van dat groepswerk. En dan gaan we daar gewoon op het gemakje werken aan dat groepswerk. Waarschijnlijk zit ik daar nog tot 7 uur. Het is nu 5. En ja, en dan in de avond nog wat leuke plannen. Dus ik ga vertrekken, want ik ben eigenlijk al een heel klein beetje te laat. Dus... ik ga daartoe vertrekken. Dat gaat ook echt gezellig zijn, want ik zit in dat groepje met 6. Maar dat zijn ook 5 goede vriendinnen en mij erbij. Ja, dat is superleuk. Leer ik nog wat meer mensen kennen. Dus ik ga vertrekken. Het
is vandaag dus woensdag en het is ondertussen al 6 uur bijna. En ik heb vandaag dus ook niet zoveel gefilmd omdat ik heel de dag op de campus zat. Dus ik dacht, ik ga me even zetten en ik ga gewoon een uitleg geven van wat er nog gebeurd is. Dus gisteren ben ik nog naar dat groepswerk gegaan met die meisjes. Dus ik heb daar toch nog wel 2 uur gezeten of zo tot in de avond. Dan ben ik naar kot gekomen, heb ik hier gegeten en dan ben ik nog bij iemand een filmpje gaan kijken. En dan vanmorgen ben ik naar de fitness gegaan. Ik had vandaag pas les om 10:30, dus ik ben daarvoor dan nog even naar de fitness geweest. En dan ben ik les gaan volgen op de campus. Dus ik had heel de dag les dan tot nu. Ik denk dat wij om 5 uur ongeveer klaar waren met onze laatste les. Ik had vandaag systeemziektes, kindergeneeskunde en dan een practicum over moeilijke gesprekken. Dus ja, dat was mijn dag. En ja, zoals ik al zei, is nu 6 uur en heb ik geen plannen meer. Ik heb vanavond niet echt iets speciaals gepland, omdat wij om 7:30 meeting hebben met Gimes. Ja, wij doen gewoon een wekelijkse meeting altijd op woensdagavond. Dus wij hebben daar een meeting voor. Wij weten nooit op voorhand hoe lang dat gaat duren. Maar ik denk dat deze meeting niet zo heel lang gaat duren. Maar toch heb ik geen plannen gemaakt, zodat ik gewoon wat op het gemakje kan doen. Want ik denk dat ik sinds dat wij terug in Leuven zijn dit semester, heb ik nog geen enkele avond gehad dat ik gewoon op mijn kot was en gewoon eens rustig kon koken. Want uiteindelijk maak ik toch altijd nog last minute plannen. Maar vanavond blijf ik dus normaal gezien gewoon op mijn kot. En ga ik gewoon eens lekker koken voor mezelf. En misschien gewoon een filmpje kijken en zo. Ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Ik heb nog 1 lesje dat ik moet inhalen. Omdat dat overlapte met groepswerk van gisteren dat we met de prof moesten afspreken. Maar ik heb al een lange dag gehad. Dus ik weet niet of ik nu nog ga studeren. Maar ik ben wel ook mijn boeken gaan halen vorige week. Dus ik kan die eens aan jullie tonen. Het is een hele stapel weer al. Ja hoor, hier zijn ze weer. Ik heb dit semester, ik zal ze per vak een beetje laten zien. Gynaecologie en verloskunde. Dus ons boek verloskunde. Nog een boek verloskunde. Gynaecologie, deel 2. Gynaecologie, deel 1. Dus dit is voor gynaecologie. Dan heb ik ook chronische geneeskunde. En daar behoorde systeemziekte toe dat ik vandaag had. Wat nog? Allergie, daar heb ik ook een boek van. Endocrinologie. En geriatrie. Dus dat is een vak dat eigenlijk bestaat uit 4 deeltjes. Dus ja, daar hebben we ook wat boeken van. Bij veel vakken zijn ook de slides extra leerstof. Of extra informatie. Dus we hebben ook heel veel slides van alles. Dan voor de rest, kindergeneeskunde heb ik ook. Maar daar heb ik precies geen boek van. Wel, dat moet ik nog eens bekijken. Misschien dat boek ergens anders ligt of ik daar geen boek voor nodig heb. Ja, dat is super vreemd. Ja, bon. Ik heb al mijn boeken gekocht, dus ze moeten hier wel sowieso ergens liggen. Maar ja, ik denk dus dat ik gewoon op het gemakje ga doen. Zodat ik klaar ben voor de meeting straks. Ik heb ook best wel honger. Ik heb een broodje gekocht in Alma weer deze middag. Omdat we dus gewoon op de campus waren heel de dag. Ik ga waarschijnlijk een klein snackje pakken. En dan ga ik waarschijnlijk pas avondeten na de meeting. Zodat ik gewoon op mijn gemakje de rest van de avond vrij kan pakken. Dus ja, dit was mijn woensdag. Ik denk altijd, ik heb zo'n drukke, interessante week. En dan ga ik naar de campus en dan durf ik daar niet te filmen. Dus I'm sorry, ik kan niet filmen op de campus. Ik probeer het echt. Ik heb wel op mijn gsm een paar stukjes gefilmd. Dat ik naar de bus aan het wandelen was. Dat ik van de bus naar mijn lokaal aan het wandelen was. Misschien een klein stukje van in de les, maar nee, ik wil niet dat mensen mij zien filmen op de campus. Maar ja, morgen had ik ook een drukke dag, maar er is al een les van 2 uur verplaatst vanmorgen. Dus ik heb nu eigenlijk alleen maar les van 8 tot 10. En dan heb ik heel dag vrij. Maar, want in de avond heb ik nog geen vaste plannen. Dus dan weet ik nog niet of ik dan iets ga doen. Maar dat is mijn enige volledige vrije dag dat ik heb. Dus ik denk dat ik gewoon wat voor school ga werken morgen. Want dat moet ook gebeuren. Het is echt nog maar week 2. En ik moet precies al zoveel doen. Maar we hebben echt nog niet
zoveel lessen gehad. Ik heb ook al mijn lessen wel bekeken. En dan vrijdag heb ik geen les, want ik heb op vrijdag nooit les, denk ik. Of toch zeker de eerste week heb ik op vrijdag nooit les. Maar ik heb deze vrijdag een keuzekijkstage gepland. Dat is ook iets wat ik in een andere weekvlog ook al eens had. Dat was toen voor anesthesie. En nu heb ik dus een hele dag dat ik mag gaan volgen op traumatologie. En ik ga proberen om via de traumatologie een beetje bij de urgentie te geraken. Want dat is een specialisatie waar ik wel echt geïnteresseerd in ben momenteel. Dus ja, dan ben ik weer een hele dag in het ziekenhuis gaan volgen. Dus ja, dat is leuk. Ik kijk naar uit. Moet ik weer wel om 8 uur in het ziekenhuis staan. En ik kan beter op tijd vertrekken, zodat ik niet te laat ben. Dus het wordt weer een lange dag dan. En dan ga ik wel proberen om vrijdagavond na die stage ook nog naar huis te gaan. Zodat ik thuis ben voor de frietjesdag, uiteraard. Ik weet niet of ik ook al had verteld dat wij vorige week woensdag, dus echt een week geleden, een openingssymposium hadden met Gimes. Want ik was dan naar de boot geweest, de zaterdag ook. Er is hier veel wind, dus ik weet niet of jullie mij gaan horen. Maar ik ben dus net op het Mercy Ship gegaan, dat daar staat. En we hebben daar een rondleiding gekregen en alles. En ik heb daar ook gefilmd voor Gimes Leuven. Dus ik zal de pagina van Gimes ook onderaan deze video zetten. Zodat jullie zeker kunnen gaan kijken, want er gaat dus een video komen van op de boot. Maar ja, ik zal jullie laten verder genieten van de weekvlog van volgende week. Maar woensdag hadden wij een openingssymposium met Artsen zonder Grenzen. En ja, ik heb daar ook wel wat beelden van die ik misschien hier kan tussensteken. Dat was ook wel echt leuk. Daar gaan de sprekers even praten. En dit is de aula waar we het gaan houden. En daarboven zijn de sprekers net aangekomen. Zijn we nog wat laatste dingetjes aan het bespreken. En binnen een half uur komen de studenten allemaal aan. Volgend weekend ga ik normaal gezien ook naar Duitsland met Helene en Catalina. We gaan daar een vriendin bezoeken, Emma, die ook in Spanje bij ons was. In de Spanje vlog van de zomer. Dus ja, we gaan Emma bezoeken in Duitsland. Dat is maar 4 uur rijden van hier. Dus we gaan gewoon vrijdagavond vertrekken en dan een weekendje naar daar. Dus dat is ook gezellig. Dus ik kijk ook al naar uit. Het is nu vrijdagochtend en ik ben aan het wandelen naar de bus om in het ziekenhuis te geraken. En ondertussen ben ik nog een banaantje aan het opeten, zodat ik toch zeker nog iets extra op heb voordat ik weer in de zalen ga staan. Dus ja, ik ben weer aan het haasten, zodat ik zeker niet te laat kom. Dus. Ik ben even in de kleedkamers, omdat ik even iets moet pakken om te eten. Ik heb ook echt alleen maar een koek bij, maar het is nu 5:30. En normaal gezien was mijn stage om 5 uur gedaan, maar zoals ik al zei, ging het waarschijnlijk uitlopen. En daarnet, ik heb vanmorgen op urgentie mogen staan, urgentie van traumatologie. En dan ben ik veranderd naar OK, dus nu zit ik in de operatiezalen. En heb daarnet een ingreep mogen volgen, maar toen heb ik gewoon moeten kijken van aan de zijkant. Maar nu mag ik mee steriel gaan staan. En de prof die gaat opereren is Nijs, die ook in Topdokters heeft meegedaan. Dat is ook een prof bij ons aan de KU Leuven. Dus die gaat Sebs opereren en ik mocht van hem mee steriel staan. Dus ik ga zien wat ik kan doen met hem. Maar ja, ik ga wel tot 8:30 bezig zijn waarschijnlijk. Dus ik ga even mijn Belvita koekje opeten, zodat ik toch iets gegeten heb. Want vanmiddag heb ik ook maar snel gegeten. Maar ja, dan zie ik jullie daarna wel. Hopelijk raak ik nog naar huis vanavond. Anders morgen vroeg. Maar ja, het was wel interessant. Dus ik ben blij dat ik steriel mag gaan staan, Sebs. Ik ben dus echt net klaar bij mijn laatste operatie. En het is nu 8:30 en de laatste operatie heb ik dus net gedaan. En ik mocht dus mee steriel staan bij prof Nijs. Dat was mega graaf. Ik mocht dus mee steriel staan. Ik mocht ook echt van alles doen. Ik heb zelfs mogen boren en al. Dus ik heb echt wel mogen helpen. Wat echt super leuk is. Dus ik ben super blij dat prof Nijs nog binnenkwam om te vragen of ik nog iets wilde doen. En dan ga ik naar mijn kot gaan en zien of ik nog de trein naar Antwerpen ga nemen. Misschien blijf ik gewoon op mijn kot tot morgen vroeg en ga ik dan naar huis. Dus ja, ik ga zien. Maar oh mijn god. Ik heb gewoon in een arm mogen boren. Dat was echt heel interessant. Dus ja, het was echt super leuk. Oké, ik ga mij omkleden en snel naar mijn kot gaan. Oké, ik zit op de trein onderweg naar Mechelen. Het is nu zaterdag en het is nu al 1 uur, want ik heb van 11 tot 1 gefitnessd. Ik heb vandaag een leg day gedaan en ik sta nu terug op de oprit bij ons thuis. Dus ik ga me nu douchen, want ik zie er een beetje crusty uit.
Ja, maar zit op jouw kussen. Zit. Ja. Lieg, lieg, lieg. Pisco. Lieg, lieg. Het weekend was redelijk rustig. Ik denk dat ik geen plannen had dit weekend. Ik heb gefitnessd, zowel zaterdagochtend als zondagochtend. En dan gewoon ja, op het gemakje. Zondag was het ook super mooi weer. Ben ik ook met Pisco gaan wandelen. Ja, voor de rest was voor school gewerkt. Ik moest nog wat artikels lezen voor die groepswerken. Dus dat heb ik gedaan. En aan zondagavond ook gewoon weer naar Leuven vertrokken. Dus het was niet zo interessant in het weekend. Maar ja, gewoon op het gemakje. En nu is het alweer een week later. Weer lekker druk. Maar deze week heb ik wel wat minder les. Waardoor ik meer tijd heb om te studeren. Dus dat is ook altijd wel handig. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Misschien een beetje chaos. Het was ook een beetje chaos vorige week. Maar ik hoop dat het voor jullie een beetje duidelijk was en dat het leuk was. Als het zo is, zeker liken en ook abonneren om niks anders te missen. In Duitsland ga ik ook niet filmen, maar moest je toch wat dingen willen zien, er gaan sowieso op mijn Instagram foto's komen en stories komen vandaar. Dus mijn link van mijn Instagram staat altijd onderaan de video. Dus je kunt daar altijd naar mijn Instagram gaan kijken. En ja, dan zie ik jullie bij een volgende video.